Voordat ik reuma kreeg, was mijn leven bestond uit alleen maar uit het water eigenlijk. Daar bedoel ik mee, ik lag van 's ochtends tot 's avonds lag ik bijna in het water. Pieter van de Hogeband, Marcel Wouda, daar trainde ik allemaal mee in hetzelfde water. Het was mijn leven, ik wist niks beter. Sjoerd Aarts groeit op als een groot zwemtalent. Een mooie carrière lijkt voor hem weggelegd. Totdat zijn leven plotseling drastisch verandert. Tijdens de training voelt hij uit het niets een intense pijn in zijn gewrichten. De pijn is zo heftig dat hij direct wordt doorgestuurd naar een reumatoloog. Toen kreeg ik te horen dat ik waarschijnlijk dus nooit meer kon lopen. 2 uur daarna lag ik in het ziekenhuis met een rolstoel naast mijn bed. Sjoerd krijgt te horen dat hij een ernstige vorm van reuma heeft. Niet alleen zijn zwemcarrière is voorbij, maar hij zal ook nooit een gewone baan kunnen hebben. Daarom zorgt hij thuis voor de kinderen. Een pijnlijke dagelijkse strijd tegen reuma is begonnen. Reumapijn kun je mee vergelijken alsof ze met messen in de binnenkant van je gewricht aan het steken zijn. En dat dan overal, want het is elk gewricht wat ik heb. Wat ik ook doe, de pijn is altijd aanwezig. In het ergste geval betekent het dus voor mij, letterlijk en figuurlijk, dat al mijn gewrichten kapot gaan in mijn hele lichaam. En dat betekent dus dat ik vanaf dat moment niks meer kan, nul. En dat is iets waar ik niet naar uitkijk. Om de pijn en ontstekingen te onderdrukken, zijn goede medicijnen voor Sjoerd van ongekend belang. Iedere week krijgt hij een injectie tegen de pijn en elke dag gebruikt hij prednison en morfine. Zonder deze middelen zou hij niet meer kunnen bewegen. Mijn grootste angst is dat er geen medicatie meer is. Ik heb al zoveel gehad. Dadelijk hebben ze geen reumapreparaat meer om mij te helpen. En dat ik dus dan hulpbehoevend raak en me niet meer kan verplaatsen. En daar lig ik wel eens wakker van. Wat mij boos maakt en gefrustreerd en misschien ook wel verdrietig, is dat ik voor mijn kinderen wil kunnen zorgen. En wat mij boos maakt, is dat ik dat misschien straks niet meer kan doen. Dat vind ik het allermoeilijkste.